pioniers. De Heer gaf dit woord vanochtend pas. En velen zitten hier. En dit is wat de Vader sprak. Ik, de Vader, roep jullie om te pionieren. Jullie mogen allemaal jezelf als een pionier gaan zien. En ik zocht het woord pioniers op. En een pionier is iemand die als een van de eerste een bepaald gebied betreedt. Zodat hij daar zijn weg moet vinden zonder gebruik te kunnen maken van een ervaring van een ander. Iets nieuws. Het is nieuw. Nieuwe plannen. En hij sprak: schrik niet af van wat er op je af kan komen. Deborah. En hij vroeg me eigenlijk over mijn klanktaalweken te vertellen. Hij gaf me een gek plan. 6 dagen lang, 1 uur lang mensen oproepen met mij in tongentaal te spreken in je eigen tijd. En hij sprak: het zal de mensen opbouwen en het zal ze brengen waar ik ze wil hebben. Doe dit. En ik heb het uitgesteld, 6 weken lang. En op een gegeven moment zei de Heer: Deborah, er ligt nog een opdracht voor jou die je niet aan het doen bent. Ik zeg: maar ik heb nog nooit iemand dit zien doen. Dit is gek. Kan dit überhaupt wel? Hij ging bijbelteksten laten zien en hij zei: zet het op, want het zal zijn vruchten afwerpen. En we hebben zoveel bijzondere dingen gezien. Huwelijken die hersteld werden. Partners die bij elkaar kwamen. Ziektes die verdwenen. Mensen, het is zo krachtig om in jouw eigen geestelijke taal te spreken. Doe het. Hij zei: deel dit. Grondgebied innemen betekent voor de tegenstander gebied inleveren. En dit zal clashen. Maar zet door. Want het is nieuw terrein. En ik zal jullie de juiste mensen sturen. Nieuwe geldstroom, spreek ik. Ik zal erover spreken tot sommigen. Want luister goed, en hier zegt hij het. Alles wat nu is, zal het jullie moeilijk gaan maken te komen waar ik jullie wil hebben. Daarom, ga voorzien in elkaars levens. Zij die voorop moeten, veeg het stof van je schoenen af. Wat jij zei. En ga in mijn vrede. Ik zeg: verplaats je. Verplaats. Ik zet huizen en werkplaatsen vrij. Kom in beweging en houd niet langer meer terug. Mijn glorie gaat uitbreken. Nieuwe bedieningen gaan vanuit hier ontstaan. En zij zullen moed nodig hebben hier. En hier zullen jullie het ontvangen. En we zullen dat zo meteen vrijzetten. En hij sprak over een bepaalde bediening en hij zei: hier start vanavond genade gebaseerde bedieningen. En hij sprak butterfly movements, ik weet niet voor wie het is. 24/7 open huizen gaat de Heer willen hebben. Verborgen nieuwe geldstromen gaat hij spreken. En muzikanten die mijn liederen gaan maken, die gaat hij vrijzetten en vrijkopen voor zijn koninkrijk. Jij die groot durft te denken, goed gedaan, doe dat wat ik jou vraag. Ik heb je nodig op de juiste plek, zegt de Heer. Mag ik jou ontwortelen? Ik laat het, en ik wist niet dat Arnoud het ging zeggen. Ik laat het geboren worden. Zet het bedrijf op, mijn gunst heb je. En voor sommigen zeg ik al langere tijd, laat los. Laat los. Ik doorwaai dit huis en verfrist zullen jullie gaan. Pioniers, ik roep jullie. Ik roep jullie tevoorschijn. Niet langer meer in blokkade, maar ik zet jullie vrij om te gaan en gebied in te nemen. Possess the land, zei de Heer. En hij sprak het schreeuwend. Possess the land. Neem het gebied in wat jou gegeven is. Possess the land. Neem het land in bezit en zet jullie stemmen krachtig in. Zoveel meer mogelijkheden. Want de vijand is te ver gegaan. En dit wat ik ga doen en van plan ben te doen, kan hij niet tegenhouden. Halleluja. Halleluja. Dus sta op in het nieuwe, zegt de Heer. En ik geef de vermoeide weer energie. Ik geef de eenzame ontmoetingen. Ik zal blokkades opheffen. Ik roep de ouderen. En ik blaas nieuw leven in hun. Het is nooit te laat. De Heer roept jullie nog. Mam, de Heer roept je nog. Pa, ma, de Heer roept jullie nog. Ga ervoor. Laat leeftijd je niet tegenhouden. Laat leeftijd je niet tegenhouden. Ik heb jullie apart genomen. En nu is het tijd om te ontwikkelen. En jullie te laten afschieten
vanuit die katapult. En hij eindigde met dit. Sommigen hebben jaren aan iets vastgezeten. En ik zeg nu, laat het los. Ik ben iets nieuws begonnen. En het oude gaat vanaf nu niet meer mee. Halleluja. Halleluja. Alle eer aan God de Koning die door jullie heen nieuwe dingen gaat neerzetten. Stap erin. Laat het geboren worden. En Arnoud, ik weet niet of jij een gebed wil vrijzetten. Als jij zegt, dit ben ik. Wil je dan in ieder geval van je plek afkomen? Wil je een beweging maken voor de Heer? Wil je zeggen vanavond, ik kom van mijn plek af. Ik stap daaruit. Kom desnoods naar voren, naar achter, de zaal in, waar je maar wil. Maar maak een beweging. Als jij voelt van binnen, er moet iets in mij geboren worden. En ik voel het. Ik weet het, ik word geroepen voor dat grotere. Kom in beweging voor hem. Misschien moet je wel een gekke beweging maken voor hem. Om het vrij te zetten in jezelf. Doe het. Gehoorzaam. Doe wat hij je vraagt. En op dit moment willen we dat over jullie vrijzetten. Kom gewoon ontvangen wat God voor je heeft. Ik geloof inderdaad dat... Wij spreken heel de avond over geboorte. We hebben het ook over natuurlijke geboortes gehad, begrijp me niet verkeerd. Maar vanavond gaan er bedieningen geboren worden bij mensen. Gaan geestelijk. Maar ik geloof ook dat het goed is om te beseffen dat het oude loslaten erbij hoort. Dat je zegt van ik wil dat oude niet meer. En misschien zijn het wel gewoon gedachten over jezelf. Hoe je jezelf ziet. Misschien zijn het echt specifieke dingen die je kan laten liggen. Dat je zegt van, ik wil daar vanaf. Of ik wil uit dat aardse systeem, ik wil in dat hemelse systeem stappen. En ik maak vanavond een beslissing. Maak een beslissing in ieder geval om het oude, wat dat ook mogen wezen. Om het volkomen los te laten. Of om het te vernietigen in je leven. En stap in dat nieuwe en laat het geboren worden in je binnenste vanavond. Stek je uit naar God. Hef je handen op naar de levende God. Dank u wel, Vader. Dank u, Heer. Voor een frisse wind. Voor nieuwe geboorte. Dank u wel, Vader. We zullen al het oude zullen we achterlaten. In de naam van Jezus Christus. We vernietigen het oude op dit moment. In de geest. In de naam van Jezus Christus. En we zetten vrij. Een nieuwe geboorte. Een nieuwe geboorte. Een nieuwe roeping. Een nieuwe stem. Een nieuwe bestemming in de Heilige Geest. Om het te pakken, om erin te stappen, om een nieuwe ding te doen in de naam van Jezus Christus. Halleluja, wees vrijmoedig. Ik zet vrijmoedigheid over jullie vrij. Zoals de discipelen baden en vroegen om vrijmoedigheid. Dat zet ik op dit moment over je vrij. Zodat jullie durven te gaan in wat God je vraagt te doen. Laat niets je meer tegenstaan. Laat geen zonde je meer tegenhouden. Laat geen werken, geen stemmen je meer tegenhouden. Maar ga. De Heer zegt ga.